De politie heeft twee Hagenaars van 16 en 23 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in de Schilderswijk. Op 22 maart werd er geschoten op de kruising van de Koningsstraat en de Waterloosstraat. Een uit de hand gelopen ruzie zou de aanleiding zijn geweest. Bij het schietincident vielen geen gewonden. Het Mauritshuis gaat 2 jaar dicht voor een ingrijpende verbouwing en uitbreiding. Ruim 100 stukken van de collectie van het Mauritshuis krijgen tijdens de verbouwing onderdak in een aparte vleugel van het gemeentemuseum. Ze zijn daar vanaf 28 april te zien. Het is de bedoeling dat het Mauritshuis medio 2014 weer open gaat. Samantha de Jong, oftewel Barbie uit O.O. Gerso, is zondagmiddag in het huwelijksbootje gestapt in het oude stadhuis in Den Haag. Barbie kwam aan in een assenpoester koets en trouwde in een strapless witte roze jurk. Na de plechtigheid lieten de 19 weken zwangere Barbie en haar kersverse man Michael een roze en blauwe duif los.